Ja, ik ben vandaag in Hillegom en ik ga bezoek bij fietswinkel Bike Totaal van den Brink. Ja, en als ik dan naar een fietswinkel ga, kan ik het natuurlijk niet maken om met de auto te gaan. Hè? Dat begrijp ik wel. Oh my god. Nou, dat is heel handig. Not. Dan maar even zo. Hopen dat ze me daar binnen kunnen helpen. Hey Paul. Hoi. Nou, ik ben blij dat ik je zie, want misschien kun je me helpen. Ik ben zo slim geweest om de sleutel in een putje te laten vallen. Oh, heb je nog een reservesleutel of niet? Nee, nee, was maar zo'n feest. En een fietspaspoort? Een fietspaspoort, wat is dat? Nou, een fietspaspoort is een pasje dat je bij ons krijgt bij aankoop van een nieuwe fiets. Daar zijn alle gegevens in opgeslagen van jouw fiets. Dus het frame-nummer, het sleutelnummer. Dus je had bijvoorbeeld online je sleutel bij kunnen bestellen. En dan had hij netjes thuis gestuurd. Maar dat is nog niet alles. Als je bij ons een fiets koopt, dan doen we ook altijd een bodyscan, zodat we de fiets echt perfect op maat kunnen afstellen. En wat houdt een bodyscan precies in? Zal ik je dat even laten zien? Ja, nou graag. Ben benieuwd. Oké. Nou, dan mag je hier gaan staan. Oké. En als laatste meet ik nog even je bekkenkamhoogte. Dus precies op het randje. Ja, Paul, wat komt er uit de bodyscan? Uit de bodyscan komen de gegevens, zodat we precies weten hoe we de fiets op maat af kunnen stellen. Zoals de zadelhoogte, het puntje van je zadel ten opzichte van je trappers. Maar ook natuurlijk de stuurhoogte en of je stuur niet te ver weg staat of te dichtbij. Maar wat voor type fietser ben je eigenlijk? Nou ja, ik heb dus een stadfiets, hè, waar ik net al binnenkwam, waar ik het sleuteltje van kwijt ben geraakt. En ik hou ook wel van lange tochten fietsen, alleen ik heb soms wel een beetje last dat wind tegen niet altijd is een hele goede conditie. Heb je wel eens gedacht aan een elektrische fiets? Ja, maar dat is eigenlijk toch iets meer voor oudere mensen, niet? Wel nee joh. Zal ik je wat leuks laten zien? Ja, heb je een stoere? Zeker weten. Ik vind dit echt iets voor jou. Nou, ik moet zeggen, je hebt niks te veel gezegd, want deze ziet er wel stoer uit, ja. Gaaf, hè? En wat kun je me nog meer vertellen over zo'n elektrische fiets? Nou ja, deze die heeft dus een dynamische ondersteuning. Dat betekent een trapkrachtsensor. En die meet dus hoeveel druk je zet op het pedaal. En aan de hand daarvan past hij de ondersteuning aan. Dus als jij de heuvel opgaat of je hebt wind tegen, dan geeft hij net even dat beetje extra. Waardoor jij weer een lange, plezierige fietsrit kan hebben. Ja, precies. En de terugweg naar huis, als het moe begint te worden, dan kan ik die accu aanzetten. Hoe zet ik die eigenlijk aan? Nou, in principe, voordat je gaat fietsen, zorg gewoon dat de fiets aanstaat. Maar er zitten heel makkelijk knopjes op het stuur, waar je dus de ondersteuning hoger of lager of zelfs eventueel uit mee kan zetten. Want je wil natuurlijk niet zonder batterij komen te staan. Nee, want hoe lang gaat hij mee op volle? Gemiddeld van 100, 120 kilometer. Maar het ligt een beetje aan hoe hoog je de ondersteuning zet. Oké, dus als ik zo'n elektrische fiets bij jullie koop, dan krijg ik hier ook een paspoort bij? Ja, hier krijg je een paspoort bij. Dus kan me dat gedoe met die sleuteltjes kan me niet meer gebeuren? Zeker niet, dat kan je niet meer gebeuren. Nou, heel goed. Dan ga ik hem maar eens uitproberen. Oké. Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. En tot ziens, hè. Doei.